Ik wil een foto met Sputje, die wil ik eigenlijk wel pakken. Het zal laat. Ik wil een foto weer draaien. Ja, nee, ik zeg niks. Ik heb alleen 50 euro, maar dat betaal ik. Zo, goedemorgen. We gaan naar Epos, een deel. En dan gaat het gedeelte naar Biezenfoods. Dat is het overkoepelende bedrijf. Die bakjes die vulden we hier af. En daar hadden we eigenlijk 24 uur per dag twee mensen aan mee bezig. Om die bakjes te vullen. De klant heeft gevraagd om zakjes. Dan had ik bijna een machine gekocht van kleine Tom. Maar toen zei onze algemeen directeur Steven Wersen, die belde op. Jos, dat kan je niet maken, wij hebben hier een machine staan. Dat klopt. Maar jullie zijn te duur. Dus, als je daar gehoord over een week, toen komt de prijs wel naar beneden. Dus we hebben nu geen werk, wel dezelfde markt. Dit is voor die Brede Beek. Brede Beek, oh, dus hier. Ja. Oké. Okay. Even die mensen die klem verteld hebben, die luisteren. Op dit perceel hebben we twee rassen staan. De Regent voor rood en de Cabernet Cortis voor rood. De Regent is eigenlijk een vergelijkbare plant met de Merlot. En de Cabernet Cortis is vergelijkbaar, is eigenlijk een resistent broertje van de Cabernet Sauvignon. Oh ja. Hier zie je nog een stukje van de laatste stukje van de wintersnoei. Wat doen we met de wintersnoei? Hier zaten er ook uitlopers op. En dit is nu afgehaald. En zometeen halen we dit hier ook af, dit laatste stukje. Dan pakken we deze uitloper, die leggen we weer neer. En dan krijg je dit beeld wat je daar ziet. Ja. En dan komen daar weer de uitlopers uit. Oh, ja. 10 dagen en dan kijk, ze zijn helemaal gewoon helemaal nat daar ook. Dit ook. Goed vasthouden. Goed vasthouden. Andere hand nog. Andere hand zo. Lief, hè? En we doen nog een spuitje met ijzer, geven ze. Omdat die lichamen op dag 3 wat bloed aan moeten krijgen. Krijgen ze steeds zeker ijzer, de tweede, derde dag, om de bloedarmoede te voorkomen. Ja. En dat hebben we vanmorgenavond net gedaan. Ja, dan had je lekker eten. Ja, precies, een spuitje. Ja. 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 Vijzelen is een mooie techniek, kost wat meer tijd, maar het effect is er. Hamer. Deze blad met geroosterde biet en sinaasappel ligt daar. Bent u zich ook nog specifiek voorbereid op deze middag? Ja, zeker. Ik heb natuurlijk eventjes op de site gekeken van René hoe hij zijn adviezen geeft over barbecuen. Maar daar stond niet zoveel. Heel veel succes en mogen de beste winnen vanmiddag. Je moet de saus hebben. Die saus wordt gemaakt van citroen, dragon. Dat is een hele goede opmerking. Ja, deze wethouders kunt u ook inhuren voor thuis. Ze komen ook bij je thuis cateren als u dat leuk vindt. Hij is vol! Hij drinkt voor. Dus, oh, kijk, nu wordt ook gevochten aan de barbecue. Zie je? Er wordt hier gevochten, letterlijk, aan de barbecue voor een plekje. Het ziet er veelbelovend uit hier in ieder geval. Het mooie structuur, de saus. Zo te zien. De nummer 1 hier, die tafel, inslakken, maar het ziet er veelbelovend uit. Hoe vind je dat te lachen? Ik zeg altijd de kracht van eenvoud, hè? Doe zo min mogelijk met een zo hoogwaardig mogelijk ingrediënt. Dan is eten heel eenvoudig, en minimalisme in de keuken, daar ben ik van. Dus ook al heb je een mooie naam, René. Dit vlees is naar mijn mening te ver doorgebakken. Ik doe ondertussen eventjes de tomaatjes. Ja, lekker. Deze is in ieder geval het meest rosé. Kijk maar. Kijk. Ja. Kun je het er even halen? Deze is in ieder geval het meest rosé. Ik ga het proeven. Nou, dit vlees is absoluut best bereid van de 2:30. Nou, laat ik het simpel houden. De winnaar voor mij is René Windhouwer. Omdat je zo'n mooie naam hebt. Couscous salade en gegrilde groenten.
Het staat allemaal uitgesteld hier. En de andere twee die gaan het dessert maken. En dat dessert heb ik geleerd van mijn moeder. Ik zou erop wachten, want dat is echt zo'n lekkere geur, het gooien en smijt dessert. Ja, wat ik heel erg charmant vind is dat ze hier dus een paprika hebben gegrild op de barbecue. En daar hebben ze de couscous en de groenten hebben ze daar weer in gedaan. Dat vind ik een heel leuk idee. Het ziet er wel heel mooi uit, hè. Moet je kijken, beste cameraman. Zie je dat? Cameramannen die filmen alleen maar, die zeggen nooit wat. Hè? Ik ga het gewoon heel kort houden. Ik ga geen The Voice of Holland dingen hier doen. Ik ga het heel kort houden. Ik vind dat jullie gewonnen hebben. Ik moet de kanttekening plaatsen. Want ik heb echt... Ik vind het heel erg moeilijk om dit te doen. Ik wil niet zeggen dat ze verloren hebben, maar ze hebben eigenlijk iets minder gewonnen. Laten we het zo zeggen. Had ik heel veel respect voor. Goed gedaan, man. Ik schakel gelijk door, want ik moet nog iets jureren. Ja, dan heb ik het al goed. Dat doe ik het al goed. Ik dacht dat ik een enorme fout maakte, maar het valt mee. Hé, hey, jongens. Gaaf gedaan, man. Ja, echt super. Gefeliciteerd. Was het bloed, zweet en tranen of was het heel leuk om te doen? Ik heb er wel heel lang voor gezeten om alles allemaal klaar te krijgen.